misschien samen doen, want ik probeer al een tijd om dat voor elkaar te krijgen. En bedrijven doen natuurlijk heel vaak, die kopen maar kunst en ze weten eigenlijk niet waarom het hoort of het moet. Maar het moet eigenlijk toch een beetje een stukje onderdeel van hun marketing zijn. Ik bedoel, als je naar een restaurant zit te eten waar je uit riedelglazen drinkt en waar al een prachtig damast is en waar je 89 euro per couvert betaalt, exclusief wijn, en dan hangt dan kunst aan de muur van de vrouw des huizes die hier op les zit, denk je, nou, dat heb je toch niet helemaal goed begrepen. Zo kan ik allerlei voorbeelden meer vertellen. Dus we gaan door met die business artboard, we gaan proberen om dat vol te houden. En een van de dingen is dat je een gratis kunstwerkje krijgt, een gesigneerde en genummerde foto van Piet. Het lijstje krijg je er niet bij, dus dat kan je wel kopen als je dat wil. Dat kost 15 euro. Ik betaal er ook zelf 13,50 voor, maar om het nou niks af te ronden, maak ik er 15 euro van. Dus je krijgt een fotootje van Piet en we gaan door met de business artboard. Ik ben hartstikke blij dat jullie er zijn. En Piet, ik kan jullie vertellen over de foto's, waarom ze zo bijzonder scherp zijn van voor naar achter, waarom ze onthoekt zijn en bovendien kan hij vertellen waarom hij ze gemaakt heeft en waarom het zo 17e eeuwsachtig is. En dus Piet Gispen, applaus voor Piet. Ja. Wat ga je nu vertellen? Ja, dat mag ik wel. Je mag wat vertellen, natuurlijk. Ik zal er kort iets over vertellen. Eigenlijk de achtergrond van wie we begonnen.